Vandaag 90 ben ik actief in de advieswereld. En sinds augustus 2011 heb ik nu mijn eigen advieskantoor. De fiscale advisering, grensoverschrijdend voor het MKB, familiebedrijven, DGA's, vermogende particulieren, medici en vrije beroepers. Dat is mijn aandachtsgebied. Daarnaast ben ik ook adviseur, fiscalist voor administratiekantoren of accountantskantoren die geen eigen fiscalist in dienst hebben. Ik denk dat je vakkennis moet hebben. Als je geen goed advies geeft, dan val je door de mand. En daarnaast moet je goed kunnen communiceren met klanten. Je moet goed kunnen argumenteren en proberen het fiscale probleem in Jibbe Janneke taal te vertalen naar de klant. Zodat hij weet wat je adviseert, dat het ook een goed land als het ware bij de klant. Ik geef trainingen, lezingen voor accountants en voor fiscalisten. Mensen die behoefte hebben aan fiscale advisering, fiscale actualiteit, probeer ik op een laagdrempelige manier bij te scholen, zeg maar. Met vallen en opstaan heb je jezelf ontwikkeld. Continu moet je bezig blijven met de fiscale vaktechniek, sociale vaardigheden op peil houden, dat je het product wat je hebt ook kunt verkopen als het ware, dat je kunt argumenteren richting fiscus, vaak ook de tegenpartij in de geschillen. En als ik zie hoe dat de afgelopen jaren is gegaan en hoe ik mezelf heb ontwikkeld, ben ik toch wel gepast trots op gewoon recht door zee en dan proberen zo goed mogelijk voor jezelf te zijn en ook zo goed mogelijk voor de klant te acteren.